Jan Sanders is verpleegkundige op de Intensive Care Unit van het Flevo Ziekenhuis te Almere. Dit ziekenhuis is onlangs grondig verbouwd en heeft een splinternieuwe Intensive Care. Gezien de vaak kritische toestand waarin de patiënten zich bevinden, is een plek waar hun familie zich kan terugtrekken erg belangrijk. Dit is de familiekamer. Die is door collega's van mij ingericht die heel erg bezig zijn om de Intensive Care een beetje een ander gezicht te geven. De Intensive Care is een 24-uurs eenheid. De verplegers draaien onregelmatige tijden, wat het werk extra zwaar maakt. Wat ik altijd zelf heel erg bewonder van Jan, dat hij verder kijkt dan de IC-zorg, dan de technische IC-zorg. Hij kijkt altijd naar de patiënt, naar de familie, heeft daar oog en vooral ook heel veel hart voor. We zijn toch verpleegkundigen die dat wel gewend zijn, maar soms ons niet helemaal ligt. En bij Jan ligt dat hem totaal en daar zorgt hij dan ook uitstekend voor. Jan hecht grote waarde aan het intermenselijk contact, ook met zijn collega's. Zijn patiënten liggen er altijd gewassen en gestreken bij. Als je je dienst begint en je neemt de patiënt over van Jan, ja, dat is in feite appeltje eitje. Want er ligt er gewassen en gestreken, pompen liggen klaar en wereldgozer. Wat ik kan zeggen is dat alle patiënten eigenlijk altijd wel alliant zijn over de zorg op die IC, maar met name ook over Jan. De zorgen die hij levert aan de patiënten, met name de familieleden ook. Het gevoel geven dat ze bij hem altijd terecht kunnen als er problemen zijn. Het Flevo ziekenhuis werkt volgens de Plaintree-gedachte, waarbij de mens in de zorg centraal staat. Iets wat voor Jan niets nieuws is. Ik had vroeger een hoofdzuster, zuster Cunera. Dat was ergens in de jaren 80. Was een non, was in het Sint-Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Ze heeft ooit eens tegen me gezegd van Jan, je moet altijd de mens centraal blijven zien. Dus de mens, de patiënt, maar ook de familie, maar ook de collega's. Zei altijd van, er ligt een mens in bed. En naast die mens zit zijn meest dierbare. Hou dat altijd in het oog.